Oké dan, daar zijn we weer. In een nieuwe review. Dit keer van de Wally Outlet van Vibaro. En ja, we gaan hem natuurlijk weer even nader bekijken. Het is wel leuk dat Vibaro steeds met nieuwe producten blijft komen. Hoewel dit product niet heel erg nieuw is, want het is al een tijdje op de markt. Ik had hem alleen nog niet binnen, dus ik was nog niet toegekomen aan de review. Het is een slim stopcontact, welke je kan inbouwen in een inbouwdoos. Dus niet zo'n tussenstekker die je vaak wel ziet. Hij werkt via de Z-Wave Plus protocol. Ja, aan de verpakking is natuurlijk niet zo heel veel te zien. Wel grappig dat het een soort eco-verpakking is. Met wat minder bedrukking erop. Nou, dat is natuurlijk altijd wel goed. Nou, ik zal hem even uit de verpakking halen. Wat krijgen we daar allemaal? We krijgen 2 handleidingen. En een boekje met dat Vibaro verhuisd is. En in die handleidingen daar staan hoe je hem kan installeren. En een configuratie in deeltje. Niet heel uitgebreid. Op de website daar kan je echt een uitgebreide handleiding vinden. Nou, en dan de Wally zelf. Grappig detail dat hier aan de zijkant het Vibaro logo staat. Nou, en aan de achterkant daar zit het slimgedeelte en het schakelgedeelte. Hier kan je installatiedraden op aansluiten. Wel fijn dat daar 2 aansluitingen zitten. Dan kan je nog eens wat doorlussen zonder dat je meer verbindingstukken nodig hebt. En hier bovenin zitten 3 schroeven om hem vast te maken. Nou, gaat gewoon normaal als een normaal stopcontact kan je hem aansluiten. Dus met een L, een L en een aardedraad. Dus dat is eigenlijk... Zoals je nu ook al aangesloten zit. Er zitten hier nog wat je eigenlijk ook bij een normaal stopcontact ook wel hebt. Is van die beugels, dan kan je hem even goed vastmaken. Nou, aan de voorkant, daar hebben we een LED-ring. Die kan je laten oplichten. En natuurlijk de mogelijkheid om stekker erin te stoppen. En hier onderin, dat zie je misschien wat lastig op de camera. Maar daar zit een klein knopje om hem toe te voegen. Dat moet je net even weten, maar die zit daar. Ik zal even het framepje eraf halen. Kunnen we dat ook even zien? Daarvoor moet je eerst even de schroef loshalen. Het is een vrij lange schroef, dus even geduld. Als we hem dan los hebben, dan hebben we dat framepje. En nou, even waar de stekker in gaat. Hier zie je ook dat van die lettering. En dan de binnenkant. En dat, ja, dat is niet zo heel spannend om te laten zien, maar er zit een klein stukje in. En dat is de kinderbeveiliging. Dus die kan je eventueel er ook uithalen als je dat wil. Wel fijn dat dat gewoon standaard erin zit. Nou, deze framepjes die worden dus meegeleverd. En je kan hem ook op je eigen systeem aansluiten. Dus je eigen framepjes daar gebruiken. Er zijn bepaalde beugels voor. Opzetstukken zeg maar. Die je er extra bij kunt kopen. En dan kan je het mooi in 1 lijn krijgen met je ander wandschakelmateriaal. Het is wel leuk dat die optie aanwezig is. Zit er niet standaard bij, dus dat moet je er wel bij kopen. En je moet even kijken op onze website. Daar zie je welke systemen allemaal precies ondersteund worden. Maar dat zijn er heel veel. Als laatste wil ik nog melden dat die te koop is voor rond de €75. Dat maakt hem natuurlijk wel wat duurder dan een tussenstekker. Want die heb je meestal wel rond
40, 50 euro. Maar het voordeel natuurlijk hiervan is dat het echt een compleet systeem is. En mooi weggewerkt in de wand. Is natuurlijk ook wel een plus. En je hebt natuurlijk die lettering. Dus je zou hem bijvoorbeeld als een nachtlampje kunnen gebruiken. Dus al die features, nou, dat is misschien ook wel iets meer waard dan alleen maar een tussenstekker. Wat meestal toch niet zo mooi is als dat ook in het zicht zit. Nou, dat is wat ik even wilde laten zien. Ik ga hem nu even toevoegen op de HC3. Nou, wat ik al zei, we gaan hem toevoegen aan de Vibaro Home Center 3. Dus we loggen eerst in, gaan naar onze devices toe en klikken op het plusje bovenin. En zeggen start adding. En nou is het zaak dat we de Wally gaan toevoegen. Dus dat we 3 keer op het knopje aan de voorkant klikken. Soms doet hij het helaas niet. Vaak toch dat je te langzaam klikt. En nu zie je dat die wordt toegevoegd. En dat die geel gaat knipperen. Nou is het even wachten tot die helemaal klaar is. Dat duurt altijd eventjes. Kijk, daar is hij al. En nou is hij helemaal volledig toegevoegd. En dan zie ik hem hier ook bij mijn apparaten tevoorschijn komen. Als ik hem dan even open. Kijk eventjes bij de Advanced bijvoorbeeld. Dan zie ik daar het huidige verbruik en het totaalverbruik. Nou, ik heb natuurlijk niks aangesloten, dus vandaar dat je niks ziet. En je ziet ook net eventjes dat hij groen wordt en daarna wit. Dat geeft aan dat hij echt helemaal succesvol is toegevoegd. Nou, dan heb je bijvoorbeeld nog parameters. Daar kan je bijvoorbeeld instellen van als hij aan is, dan moet de LED blauw worden. Of hij moet het verbruik moet hij laten zien. Dan wordt hij groener en rooier. Nou, als we dan even kijken bij ons dashboard. Dan zien we hem ook hier staan. En we kunnen hem ook aan en uit doen. En als we hem even groter maken. Dan zien we ook daar het huidige verbruik en het totaalverbruik. Nogmaals, zit nu niks in. Dus vandaar dat we niks zien. Of 0 watt. Laten we even een scene maken. Dus we gaan naar scenes. Klikken op add scene. Klikken op block scene. We zeggen eventjes Wally. Test. En we doen save. Nou, wat krijgen we daar allemaal te zien? Bij de triggers. Moet ik hem eventjes opzoeken. Dat is nummertje 99. Zo handig als je hem eerst eigenlijk even een naam geeft. Zodat het makkelijker terug te vinden. Nou, daar heb je de state, dus aan en uit. Nou, het energieverbruik en de energiemeting. Dat zijn allemaal triggers waar je wat op kon doen. Dus laten we zeggen dat als hij aan is of uit is. Nou, en wat hij dan uiteindelijk moet gaan uitvoeren. Weer nummertje 99, dat is aan of uit, of een toggle-functie. En je kan de energieconsumptie kan je resetten. En je kan de lettering van kleur veranderen als hij aan is. Dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, nou als hij aan is, dan moet hij altijd bijvoorbeeld groen laten zien. En je kan ook weer op dat energieverbruik kan je de kleur laten aanpassen. Ja, dus dan doe ik een beetje een rare scene zo. Dus laten we eventjes een wat echtere maken. Stel bijvoorbeeld, we zeggen van, we willen als de zon ondergaat. En ik kom thuis. Is misschien wel leuk om even te laten zien. En zo. Dan wil ik graag dat je de Wally dat je die aanzet. En joh, we doen ook nog. Zet die Wally aan. En zorg dat je ook de kleur op
Nou, laten we eens groen zeggen. Hè? Dus als de zon ondergaat en ik kom thuis, dan gaat die aan. Er zit een mooi lampje aangesloten. En ik wil graag dat die groen oplicht. Ja, dit is natuurlijk even een voorbeeld zien. Je kan je natuurlijk voorstellen dat je wat uitgebreider kan maken. Nou, dat is wat ik wilde laten zien van de Vibaro Wally Outlet. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer.